Nou, ik ben heel lui geworden, want ja, ik moet natuurlijk de hele dag Facebook berichtjes schrijven. Dus in Leerdam heb ik een fictieve ijssalon. En ik wil graag een Facebook berichtje dat we vanaf morgen een nieuwe smaak hebben. Namelijk cheesecake aardbei gemaakt van verse melk. Nou, dat is mijn commando, dat heet een prompt, daar komen ze meteen ook nog even op. En hij maakt een leuk stukje tekst. Nou, daarna kan ik gewoon doorpraten en dan zeg ik, nou, nu wil ik graag de Engelse vertaling hebben, want we hebben ook veel Engelse toeristen. Ook daar kun je ChatGPT dus prima voor gebruiken, hè, voor het vertalen van teksten. Niet altijd 100% correct, maar Engels is echt probleemloos. Nu, een aantal van jullie hadden ook de betaalde versie. Nou, met de betaalde versie, wat kan er zoveel extra mee? Plaatjes maken. En? Recentere. Hij heeft recentere gegevens. Je kan bestanden uploaden. In de plusversie, dus in ChatGPT 4, kun je bestanden uploaden. Dus als ik een jaarverslag wil samenvatten, een offerte, een inkooporder of iets dergelijks, dan kan dat alleen in de 4-versie, want daar zit een plusdingetje bij. Maar je kan nog wat leuks doen, dat zijn plaatjes maken. Want ChatGPT 4 kan plaatjes maken. Dus in dit geval zeg ik, we hebben ook een nieuwe smaak, die heet Tropical Mango en ik wil graag een LinkedIn berichtje. Nou, maak die gewoon, het gaat even om het idee. Vervolgens zeg ik, maak het korter, maak het langer. En vervolgens vraag ik, maak er nu een afbeelding bij. En nu gaat hij dus een plaatje maken. Volledig op basis van AI. Dus het duurt even een paar seconden en dan heeft hij vervolgens hier mijn Tropical Mango gemaakt, mijn cheesecake aardbei en Leons ijssalon. Maar dan heb je geen probleem. Ja. Nee, al deze foto's staan niet in Google. Ik heb het auteursrecht erop. En als jij letterlijk hetzelfde commando geeft, krijg je een ander antwoord. Even een klein beetje. We hebben een crisismanagement simulatie gedaan. Het logo van het fake bedrijf dat daar is gebruikt, is in ChatGPT 4 gemaakt. Ja, daar kun je het onder andere voor gebruiken. Jeroen. Als je dit deze plaatjes maken van ChatGPT vergelijkbaar met Jenny. Komen we zo op inderdaad. Dan is dit een huilertje. Want dit is natuurlijk net niet, hè. Als je dit in je marketing ziet, je krijgt een beetje een cartoonachtige man. Teksten kan die niet meer mee overweg. Alles behalve mensen en gebouwen gaat goed. Want ja, waar zijn ze heel erg bang voor, is voor het maken van nepnieuws. Want ik kan natuurlijk een foto vragen van, maak een foto van een bom die is ontploft in het centrum van Breda. Nou, als dat hyperrealistisch is, dan kan dat best op Facebook best wel paniek creëren. Dus wat je altijd zult merken is dat er een soort cartoon look overheen zit. Het is op dit moment nog niet perfect, maar dit kan pas sinds oktober. Dus geef het nog een paar maanden en misschien kan het dan wel weer veel meer. Wat ChatGPT doet, het is eigenlijk een hele grote blender. Ze hebben miljarden woorden gelezen. Dat noemen ze ook wel de trainingsdata. Er zitten heel veel woorden in. En iedere keer als je een vraag stelt, dan blendert hij dat en dan geeft hij wat hij denkt wat op dat moment het beste antwoord is. Maar iedere keer geeft hij een ander antwoord. En dat is het interessante, ook, ja, ook in het nadeel weer soms ook een beetje. Maar iedere keer als je vraagt aan hem van schrijf 100 woorden over Utrecht, dan gaat hij bij jou over de geschiedenis, bij jou over de kanalen, bij jou over het winkelcentrum, bij jou over de woonwijken. Hij gaat allemaal andere routes nemen. Dus je hebt bij ChatGPT nooit echt de kans dat je plagiaat hebt. En een ander nadeel is, hij geeft ook geen bronvermelding. Want hij zegt gewoon, ik heb alles geblenderd. Dus waar ik het nou precies heb gelezen, dat kan ik je eigenlijk niet vertellen. Dus dat zijn wat beperkingen voor scholieren met name. Maar ook als je gewoon feitelijke dingen wilt controleren. Nu zei je al net, Alex, je hebt dat 3.5 en je hebt dat 4 model. Maar tot hoever gaat 3.5 op dit moment? September 2 jaar geleden. Nee? Weet iemand het? 22 toch? Hoeveel? 22? Eind 22. Nee, hij gaat inderdaad tot januari 2022. Het gratis model van ChatGPT, dat je gewoon iedereen gewoon gratis kan gebruiken, dat heeft data tot januari 2022. Dus als je aan de vraag, heeft Pieter Omtzigt een eigen partij? Leeft Navalny nog? Is er paniek in Gaza? Dan zegt hij, ja, volgens mijn laatste gegevens leeft hij nog, zegt hij dan ook gewoon. Dus hij weet het niet. Het is niet zo dat ChatGPT live verbonden is met het internet. Daar hebben ze de rekenkracht niet voor. De start-up is eigenlijk een beetje uit zijn voeten geschoten. Het is te groot gegaan. Daarom noem ik het ook altijd vaak een kind van 12. Die denkt, ja, je hebt wel iets aan, maar een beetje beperkte kennis. Of Windows XP, van ja, eigenlijk wil je toch wat meer hebben, als het ware. Nou zou je naar het 4-model, Alex, tweede poging. Tot hoever gaat het 4-model dan? Tot gisteren. Nee, dat niet. Jeroen, tot hoever? Ik geloof december 2023. Juist, december 2023, want ze hebben het namelijk 2 weken geleden geüpdate. Hij zat eerst tot april 2023, maar ze hebben het 2 weken geleden geüpdate in een nieuw model naar 2023. Dus als je nu vraagt van, heeft Pieter Omtzigt een partij? Dan zegt hij, jazeker, dat heet het nieuw sociaal contract. Want dat is in de zomer van 2023 naar buiten gekomen. Nu